Dames en heren, jongens en meisjes, en u allen hier aanwezig. Fijn dat u er bent en met ons en met elkaar de inwoners van Dordrecht willen herdenken. Die mensen die gevallen zijn. Vandaag herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En allen die gevallen zijn tijdens oorlogen in de wereld. Vandaag herdenken wij ook de Joodse bewoners uit Dordrecht, die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en niet meer zijn teruggekomen naar hun geliefde stad. In onze stad zijn 278, ik herhaal het, 278 Joodse mensen definitief naar strafkampen gebracht en niet meer teruggekeerd. Het zijn zinnen die wij ieder jaar opnieuw uitspreken. Zinnen van bijzondere waarde. Waar we, nu ik ze heb uitgesproken, ook weer heel snel aan voorbij kunnen gaan. Maar dat doen wij niet. Dat willen we niet. En dat mogen wij ook niet. De Tweede Wereldoorlog raakt steeds verder van ons weg. Het is een oorlog uit de vorige eeuw. Maar zeker heeft die voor velen van ons nog vele herinneringen. We herdenken jaarlijks ook de slachtoffers van oorlog en geweld. En we herdenken met name de deportatie van Joodse medeburgers als we stolpersteinen plaatsen voor huizen waarin Dordtse families hebben gewoond, met een Joodse achtergrond. En dat gebeurt verschillende keren per jaar. Ook enige weken geleden was er nog zo'n indrukwekkende samenkomst in de prachtige oude straat Rozenhof. Daar was ik stil. In Dordrecht herdenken wij dus niet alleen vandaag. Er zijn nog 6 herdenkingen waaraan een ieder een eigen gezicht mee wil geven en nadrukkelijk de herinnering levend wil houden aan oorlog en geweld. En dat is goed en dat voelt goed. Herdenkingen die zijn gericht op de aanvallen op de Moerdijkbruggen in 1940. Ter nagedachtenis ook aan de gevallenen in Nederlands-Indië. Maar ook ter nagedachtenis aan mensen die zijn omgekomen toen ze werden ingezet om de vrijheid te bevechten elders in de wereld. De omgekomenen hebben gevochten voor ons vaderland. En het is belangrijk dat we ons dat levend blijven herinneren. Dat mensen het leven hebben gegeven voor onze vrijheid die we eigenlijk zo vanzelfsprekend vinden. Maar wat misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend is als we kijken wat om ons heen in de wereld plaatsvindt. Vandaag herdenken we dat we geen oorlog meer willen. Nooit meer. Maar we keuren af wat elders in de wereld gebeurt. En bevechten onze vrijheid en die van anderen door mee te werken aan de diverse missies waar mannen en vrouwen uit ons land met een fantastische inzet een inbreng leveren. Maar niet zonder gevaar. Wij zijn eigenlijk met elkaar hier in Nederland, in Europa, in de gelukkige omstandigheid dat we niet letterlijk onze vrijheid hoeven te bevechten. Dit in tegenstelling tot vele landen waarin burgers er dagelijks aan worden herinnerd dat vrijheid, democratie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geweten wel een heel groot kostbaar goed is. Die vrijheid hoeven wij dus niet letterlijk te bevechten. Maar daar staat wel tegenover dat onze samenleving ook dicht bij ons en waar we misschien ook zelf deel van uitmaken, zich dreigt te verharden. En dat vaak het gesprokene woord niet overal even goed wordt ontvangen.
We spreken snel, via de sociale media. Weinig met elkaar en vooral direct en bij voorkeur niet face-to-face. We spreken misschien graag over elkaar en in korte statements. Het is een ontwikkeling van onze tijd, die uiteraard veel goeds met zich meebrengt. De communicatielijnen zijn snel en buitengewoon handig. Het brengt echter ook met zich mee dat we een ander snel en soms ook onbedoeld pijnlijk kunnen beledigen. Er is niet altijd meer ruimte voor uitleg en gevoel. Daar maak ik mij wel wat zorgen over. En met de snelheid van communiceren lijkt het ons niet gegeven om in respect naar elkaar toe de ander de gelegenheid te bieden zijn of haar standpunt toe te lichten. Waarom is dat juist nu niet mogelijk, vraag ik mij af. En dat zou u, allen hier aanwezig, zich ook mogelijk kunnen en moeten afvragen. Want alleen dan zult u constateren dat er absoluut geen redenen zijn te noemen waarom we niet naar een ander zouden kunnen of willen luisteren. Het geduld om juist naar die ander te luisteren lijkt soms op te zijn. Dat is niet goed, maar zeker ook niet nodig. Onze samenleving bestaat uit een regenboog aan culturen. Er is niet één Hollander, niet één mens die bovenaan mag staan. Ongeacht kleur en culturele achtergrond is het juist nu van belang dat we met elkaar samen optrekken. Dat we elkaar tolereren en dat we open blijven staan voor veranderingen. Ook als die niet per definitie door jezelf naar voren worden gebracht. We hebben het goed. Uiteraard, velen hebben zorgen, klein en soms groot. Maar we leven in een mooie, vrije maatschappij, waarin er ruimte is voor iedereen. Een ruimte die je elkaar moet gunnen. Een ruimte gecreëerd voor hen die het leven hebben gegeven voor die vrijheid. Die idealen hadden van tolerantie, gelijkheid en in vrijheid je mogen ontwikkelen. Velen hebben die vrijheid niet zelf mogen ervaren en kunnen genieten met hun dierbaren. Het zijn hen die gevallen zijn aan wie wij verplicht zijn te bouwen aan een samenleving. Gelijkwaardig, respectvol en met warmte en kleur. Nu, vandaag en morgen. Nu in ons mooie Dordrecht, morgen in het mooie Dordrecht en daar waar we de ander mogen ontmoeten. Dat is het wat ons verplicht naar hen die hun leven hebben gegeven. Laten we dat elkaar vandaag graag meegeven. En ik wil u zeer dank zeggen voor uw aanwezigheid hier vandaag en hopen dat de geest van het herdenken ons mag inspireren in de vrijheid van morgen en overmorgen.